Maar wat Breda wel echt uniek maakt is dat iedere schildering wel een verhaal vertelt. Uh, in dat opzicht zijn we geloof ik uniek in ieder geval in Europa. Breda nu. Je weet het meteen. Breda kent vele prachtige muurschilderingen. Maar waar komen deze eigenlijk vandaan? En wat is het verhaal erachter? Nick Nelle van de Blind Walls Gallery ligt een aantal schilderingen uit. Blindwalls Gallery is het museum op straat in Brida. Het is een collectie van 80 muurschilderingen, zoals degene die hier achter me ziet. Um, en eigenlijk, elke muurschildering vertelt een verhaal van Brida. Uh, er zijn nu 80 zichtbare muurschilderingen. Want er zijn er ook een paar verdwenen omdat een pand wordt gesloopt of uh, omdat er een nieuwe muur voor wordt gezet. En sommige zijn ook uh, binnen in horecazaken, dus die zijn soms wat moeilijker te zien. Maar dat is ongeveer 80 nu. En hoe zijn die op dat idee gekomen om wat te gaan doen met al die street art hier? Um, het is eigenlijk voortgekomen uit het Graphic Design Festival Breda. Dat heet nu Graphic Matters. En het was eigenlijk een, een los project daarvan. Maar op een bepaald moment kwamen we erachter dat de mensen in de stad het zo uh, leuk vonden. Uh, en mooi vonden dat we daarmee door zijn gegaan. Plus, we vonden ook dat er in Breda waren gewoon heel veel lelijke muren waren. Zoals hier de Molsparking. Die is laatst nog verkozen tot de lelijkste plek van Nederland. En dachten we, ja, daar kunnen we iets mooiers van maken. En kan je misschien iets vertellen voor, over de muurschildering waar we nu voor staan? Ja, deze schildering is gemaakt door uh, Colin van der Sluis, Super-E en Rutger de Molen. Dus drie artiesten die samen hebben gewerkt. En um, ja, zoals je al ziet, er zit een hele grote rat in. En de rat staat natuurlijk symbool voor ziekte en voor met name met de pest. En vroeger, heel lang geleden, waar we hier nu staan, was hier een begraafplaats. Van de Sint-Joostkapel, die dus zie je daarachter aan de straat. Je moet je voorstellen dat alle pestslachtoffers die in Breda vielen, werden hier begraven. Maar op een bepaald moment werd de stad steeds groter en toen kwam deze begraafplaats binnen de stadsmuren te liggen. En toen wilden ze daar geen perslachtoffers meer begraven. En toen werden daar gewoon de armen en uh, criminelen en zo begraven. Ja, deze schildering is dus gemaakt door een, uh, een bridanaar. Head off. En Deze schildering hebben we samen gemaakt met uh, Greenpeace. Dat is uh, onderdeel van een wereldwijd project waar ze muurschilderingen maken om mensen bewust te maken van uh, houtkap in het, uh, in het regenwoud. Uh, maar wij dachten, ja, we moeten wel een verbinding hebben met Breda, Dus uh, zijn we op onderzoek gegaan. Zijn we erachter gekomen dat hier vroeger allemaal uh, grote houtloodsen stonden, waar juist dat hout wat in de uh, tropische regenwouden werd gekapt, hierheen werd gebracht? Samen hebben we deze schildering gemaakt. Uh, je ziet er van alles in. Je moet soms wel even kijken, omdat zijn stijl best wel plat is. Um, je ziet een spookdiertje met een, met een hoedje op. een uh, mevrouw die heeft een paradijsvogel vast, die uh, waarschijnlijk helaas dood is. En helemaal op het einde is of een kikker. Of een schildpad. Als ik een tour doe, is er altijd discussie over het. Maar wat Breda wel echt uniek maakt, is dat iedere schildering wel een verhaal vertelt. En in dat opzicht zijn we, geloof ik, uniek in ieder geval in Europa. Um, deze schildering is gemaakt door uh, twee ontwerpers, uh, Thomas en Jurgen. Um, ik vraag altijd mensen om te lezen wat er staat en dan probeer ik te raden... waar de schildering van gemaakt is, maar aan de tekst ga je bijna nooit achterhalen. Maar misschien wel aan de stijl. Deze schildering is gebaseerd op Vincent van Gogh. Um, en Vincent van Gogh heeft hier heel even gewoond met zijn moeder hier ergens in het gebouw. En toen is Vincent van Gogh naar Frankrijk gegaan en heeft hij al zijn schetsen achtergelaten... omdat hij die niet mee kon nemen. En toen zijn die schetsen uiteindelijk... ...via via verloren gegaan. En die, uh, die krap met schetsen die Vincent Gogh hier heeft achtergelaten... Uh, ...is eigenlijk het belangrijkste werk van Vincent Gogh wat nooit is teruggevonden. En er is laatst één schets van teruggevonden... ...en die is echt voor 2 miljoen geveld of zo. Dus als ze die schetsen hier hadden bewaard... ...hadden ze heel heel veel geld gehad. En daarom staat hier trash to treasure... ...van iets wat op het eerste ogenblik niks lijkt... ...want Vincent Gogh was vroeger niet zo beroemd... ...is ineens tientallen jaren later heel veel geld waard. Ja, er zijn er nu al heel veel, maar... Hoeveel kunnen er eigenlijk nog bij in de stad? Nou, er kunnen er nog een heleboel bij. Uh, we zijn nu vooral in het centrum, maar we willen ook nog in buitenwijken van alles gaan doen. En ons doel is om uh, over een paar jaar 100 zichtbare schilderingen te hebben. En ja, daar zijn we hard aan het werken. Uh, als het goed is, uh, komen er dit jaar weer een stuk of 10 bij. Dus, uh... Breder nu. Je weet het meteen.